Waar kende jij die gegevens eigenlijk? Gewoon van te sturen. En hoe oud is hij eigenlijk? Ik wist dat je dat ging vragen. Wel, 17 of zo. Denk je dat het raar zou zijn als je verliefd wordt op een meisje in Rozen? Los van het feit dat je na één keer al verliefd wordt op iemand, waarom zou je in godsnaam niet kunnen verliefd worden op iemand met een fysieke beperking? Hoe was het met Domino? Ik was nog maar juist toegekomen of ze was al boos op me. Zij liever heeft dat ik er niet bij ben, zegt dat dan gewoon. Maar nee. Allee, doe dat normaal. Ik bedoel, je bent mijn beste vriendin. Papa, leef jij nog? Rustig, rustig. Is er iets hier, Robin? Wie eerst? En wat bedoel je? Wie gaat er eerst iets zeggen? Om eerlijk te zijn heb ik niet echt zo'n gevoel dat ik veel te zeggen heb. Ik wil vooral naar u luisteren. Naar mij? Dus ik ben opeens een schuldige. Niemand spreekt hier toch over een schuldige? Ik weet niet, ik vond het gewoon raar dat je gisteren ineens wegliep. En dan die keer dat mijn papa dat zijn laatste avond was, dan vond je het ook al zo raar dat ik met mijn gezin wou zijn. Ja, ik weet niet. Ik had mij gewoon helemaal anders voorgesteld. Toen als je zei dat je echt voor onze relatie wou gaan, had ik ook wel het gevoel dat je dat effectief ging doen. Nou, dat heb ik toch ook gedaan? Ja, voor mij voelt het anders, maar het zou wel aan mij liggen, zeker? Sorry, maar ik kan echt niet volgen. Ja, het is gewoon altijd als wij afspreken, dan heb je al andere plannen. Of dan is er iemand bij. Of ja, ik weet niet, ik heb gewoon het gevoel dat je nooit lang bij mij wilt zijn. En toen bijvoorbeeld met Lore, je zegt altijd zoveel tegen haar dat je niet tegen mij zegt en ik vind dat gewoon niet leuk. Maar hoezo? Ja, bijvoorbeeld met dat berichtje. Lore wist dat weer al als eerste. Maar ja, dat kon ook gewoon niet anders. Ik heb dat berichtje tijdens de les gekregen en Lore zat gewoon naast mij. Ja, oké. Okay. En als je het wilt weten, ik heb nog zo'n berichtje gekregen. En wat stond erin? Ja, kijk, dat is heel herkenbaar. En dat was bij mij net hetzelfde toen als ik gestalkt werd. Ja? Ja, ik heb het u toch gezegd, maar ik wil gewoon dat je weet dat ik er voor u ben als je erover wilt praten. Maar is alles dan weer oké tussen ons? Ja. Zeg, we hebben juist gedaan met eten, maar als je wilt, neem ik nog een bordje voor u. Nee, nee, ik heb een broodje gegeten in het ziekenhuis. Ja? Ja. Oké. Okay. Dat is toch goed nieuws, hè? Als Stefan is wakker geworden. Ja. Ja. Nou, gelukkig geen hersenletsel of zo. Hmm. Maar gaan we nog even moeten revalideren, want hij kon nog niet zijn benen bewegen. Nou, Robin, weet je, ik moet heel eerlijk zijn. Ik dacht dat het veel erger ging zijn, hoor. Toen ik hem hier op straat zag liggen. Het valt al bij al nog mee, hè. Het was echt raar. Ja. Ik zat daar naast hem en op het moment dat hij wakker wordt, dan kneep hij in mijn hand en ook in dat van die jongen. Ik verschoot, hè. Het zou hem wel plezier hebben gedaan, hè, als de twee zonen erbij waren, als hij wakker werd. Ja. Hij gaat wel heel veel hulp nodig hebben. Ja, dat zal wel. Dus mama, als je het niet erg vindt, ik ga misschien wat meer naar daar gaan, als hij thuis is. Ah ja, maar weet je, ik zou voorstellen om eventjes het advies van de dokters af te wachten. Ik zou nu geen overhaaste beslissingen nemen. Nee, maar ik wil hem wel echt helpen, mama. Ja, dat is mooi. Hm. Gewoon, al is maar iets kleins, hè. Boodschappen doen, iets in thuis houden, stofzuigen of zo. Ah, maar dan ga ik onthouden dat jij dat wilt doen, hè. Ja. We kunnen anders hier al beginnen oefenen, hè? Ja. Stofzuigen of zo. Ik
ga wel straks terug naar daar gaan. Ik ging nu even weg, want hij moest van de dokter rusten. Ja. Zeg, ik ga je dan een beetje geld meegeven. We kunnen bloemen kopen of zo, hè? Iets om zijn kamer wat op te vrolijken. Wat denkt ze? Ja. Oké. She don't text her friends and say I gotta get laid tonight. She don't say it's okay. I never loved him anyway. Wilt je anders iets gaan drinken? Ja, tuurlijk. Zullen we anders naar de shakes gaan? Je mocktail vorige keer was echt super lekker. Maar zet je zeker nog naar de shakes wil gaan? Allee, het kan zijn dat Steven daar nu aan het werken is. Ja. En je hebt trouwens nog een herkansing te doen van vorige keer, toen als je dat watertje besteld had. Ah ja. Kijk, ik denk dat dat gewoon puur kwam door dat ja, geschrokken was omdat Steven daar was. Took you like a shot. Thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. Het is Lore. Het is onderweg naar Stefan en het bezoekuur is nog niet begonnen. En ze vraagt of ze mag afkomen. Ja, dat is oké voor mij. Ja, ze zijn zeker. Allee, ik wil echt niet dat je achteraf boos wordt of zo. Maar nee, het is niet juist zo gezellig. Ja, dat is waar. Hey manneke, salut, hè? Oké, okay. Ja, ik ben hier dus samen met Guillaume in Tristhuis. We gaan een bezoekje brengen bij Antoinette en Bennelet. Ik ga hem voorstellen als hij zich gedraagt. Dus nu als hij straks een keer kloppen. Hé hey man, rustig. Hey man, die zijn potof, anders hoor je dat niet. Hé hey jongen. Die zijn potof. Aha, je hebt het volk meegebracht. Ja. Hallo, ik ben Guillaume. Ja. Ah. Aangenaam. De broer dus. Ja. Al veel over u gehoord, hè? Ik ben Guillaume, aangenaam. Wel, jullie lijken niet op elkaar. Ja, nee, dat is omdat wij andere moeders hebben. En ja. Mijn mama is super knap en ja, dat zie je duidelijk aan mij. Ja. Maar wat doen jullie hier zo'n heel dag? Netflix en chill of zo wat meer kaarten? Ja, maar Netflix, nee, daar ken ik niks van. Maar YouTube, dat kennen we. En Facebook ook, daar zitten we op. Dus misschien kunnen we vrienden worden. Ik vind dat een heel goed voorstel, hè, meteen vrienden op Facebook. Voilà. En, zitten jullie in dezelfde klas? Nee, we zitten zelfs niet op dezelfde school. Hè. Nee, echt niet? Ons Robijntje die leert voor Timmerman. En ik doe wat meer zo dingen met computer en IT bezig. Ah, dus als onze laptop nog een keer kapot is, dan kun jij die herstellen? Ja, ik ken dat, maar ik ben wel niet van de goedkoopste. Voor niks gaat de zon op. Hè. En maak hem op. Hè. Als je hem nodig hebt, je weet hem te vinden. Zwaar, hè? Ja, inderdaad. Ik weet dat rolling down your face. And it feels like yours was the only heart to break. When you come back home, no. Ik vind dat echt keischoon dat Robin met zijn papa begaan is. Maar ja, dat is ook wel typisch Robin, hè. Allee, het is zich altijd stoer voor, maar hij heeft wel een klein hartje. Nee, dat is waar. Eigenlijk zou je dat wel moeten koesteren. Ik kom dat toch niet zo vaak tegen, jongens die hun gevoelens tonen. Maar meisjes ook niet, hoor. Grapje, hè. Ik vind Robin eigenlijk echt wel een toffe. En vinden jullie mooi samen? Oh, dank je. Zijn jullie al lang samen? Toch al bijna 6 maanden. Amai. Zou dat eigenlijk toch moeten vieren? Allee, is dat niet zo'n kartonnen jubileum of zo? Nee? Geen idee. Waar is Robin nu eigenlijk? Die is met Guillaume op stap. We hebben vanavond afgesproken. Het gaat de eerste keer zijn dat ik Stefan bij bewustzijn ontmoet. Dus het is wel spannend. Ja, inderdaad. Voilà. Half uur pauze. Stort het als ik er even bij kom zitten? Zeg, ik wil nog even merci zeggen. Hoe dat je Tommy zo professioneel hebt buitengezet. Dank je. Dat is geen probleem. Dat is het minste wat ik voor u kan doen. Voor Emma zou ik exact hetzelfde hebben gedaan. No, I won't let it change me. Never lose inside of the one I keep inside. Merci voor de bloemen. Ja, bedankt mijn mama maar. Zij heeft ze betaald. Dat ga ik zeker. En hoe voelt je nu, papa? Ja, niet zo geweldig, hè. Misschien moet mijn onderbeen terug geopereerd worden. Nee. Ja. Heb je veel pijn? Zo va. Zeg, je hebt mij nogal veel pijnstillers gegeven, dus... Maar ik zal blij zijn als ik zonder pijn naar het toilet kan stappen.
kan ik geloven. Weet je al wie dat heeft gedaan? De spiegel heeft hem verraden. Ik heb die spiegel zien liggen. Maar wie heeft dan je naam, pa? Een jonge gast. Met een auto van zijn vader. Nee. Hallo. Hey. Dat is Lore, dat is mijn vriendin. Ik heb al veel over u gehoord. Ik ook over u. Welkom. Dank u. Ik had Robin deze week nog gevraagd dat ik u niet eens kon ontmoeten, maar zo bedoelde ik het nu ook weer niet. En normaal zie ik er ook een klein beetje beter uit. Engels en al. Hi, daddy. Dan ben ik blij dat ik jullie zie, hè? Jullie zien er goed uit. Dank u. Ja, ik vind dat jij er een beetje vermagerd uitziet, eigenlijk. Maar allee, kom er daar niet bij. Huh? Eet jij wel genoeg? Maar ja, tuurlijk. Ik loop hier van de ene business lunch naar de andere, dus dat zal het niet aan mankeren. Hè? Waar is ons Louise eigenlijk? Ja, die is in aantocht. Ah, oké. Okay. Hoe laat is het daar nu? 3 uur ongeveer, ja. 1500 hours, they say, in the United States. Wat krijgen we nu? Louise? Hoe ziet jij er nu eigenlijk uit? En nog iets gehoord van de bloemenwijske? Kun je er wonen? Hermé? Nee. Je weet dat dat wat aan leidt, hè? De vorige keer ook. Met Stefan, dat ga ik niet doen. Dat was spionage. Ik zeg niet dat je je eigen stijl niet mocht hebben, hè? Ja. Ik denk wel dat ik een ideetje heb hoe dat komt, niet? Hoezo? Allee, mijn mama zei aan het werken en we hebben het huis voor ons alleen. Oké, voilà. Wat zijn we van plan? Nee, gewoon een beetje quality time. Hé? Hey? Madeleine. Ik bedoel Madelief. Madeleine. Sorry, ik ben een beetje in de war.